Het is een nacht die je normaal alleen in Wind Waker ziet. Het is een nacht die wordt gezongen in het mooiste lied. Ik weet het, ik kan niet zingen. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zeldaplayer20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend Of Zelda Wind Waker in HD. Ik word er echt een beetje moe van om elke keer maar hetzelfde te moeten zeggen voor die selfie gebeuren. Wat vinden jullie zo leuk? Yeah. Maar goed, we zijn dus zeg maar hier terechtgekomen in de Forest Haven. In de vorige aflevering hebben we dus een beetje zeilen gedaan. Hebben we een extra boddel gedaan en een beetje het helgebeuren uitgelegd. Dus in deze aflevering gaan we maar eens verder met onderzoeken bij Windfall Island. Yeah. Nou, zoals jullie dus zien, het is een nacht die je dus normaal gesproken alleen maar in Minecraft ziet. Wat heeft Minecraft ermee te maken? Helemaal niks. Stop met bloem. Nou, deze beesten die droppen dus zeg maar een Baba Seed en een stokje. Baba Sitsi kun je dus zeg maar gebruiken om Blue Potions mee te maken. Wat heel erg handig zou kunnen zijn als je er genoeg zeg maar zou van verzamelen. Maar ja, op zich is het wel een handig systeem om Blue Potions te maken. Zeker in zo'n... in Hero mode zeker. Maar ja, Blue Potions die herstellen dus zeg maar zowel je health als je magie. En wat is magie? Dat weten we nog niet. Haha, dat ruimt. Dus we kunnen er nog heel weinig mee, maar ja, zoals je dus ziet, je moet echt zeg maar eerst tempel 1 doen. Nou ja, de King of Red Lions, die laat jou al sowieso niet eerst naar deze kant toe gaan, want dan begint hij te zeuren van, nee, maar dit is een drang Roost Island, dus je hebt er erg weinig aan. Haha, ik tennis hem gelijk weer terug naar jou. Terug naar de studio. Maar goed, ik heb net ook al een paar gasten zeg maar voor de grap eventjes achter de schermen laten zien hoe dat eigenlijk alles een beetje opgenomen wordt. Hoe dat de audiotest wordt gedaan en hoe dat de setup er eigenlijk bij staat. En nee, dit was dom! Nee. En natuurlijk hoe dat je faalt. Nee, maar hoe dat alles eigenlijk dus zeg maar op de PC op dit moment er dan bij staat. En hoe dat de audio op wordt genomen, hoe dat de gameplay wordt opgenomen, hoe dat alles synchroon moet gaan lopen en alles. Daar komt best wel veel bij kijken. De voorbereiding van hoe ga ik deze aflevering gooien, wat gaan we in deze aflevering doen, hoe ver kunnen we komen, de timer die naast me loopt van hoe lang zitten we al in deze aflevering, nu dus ongeveer 2 minuten. Dat soort dingen, dat loopt allemaal achter de schermen. Dat zijn allemaal van die dingen die je dus niet ziet. Nou, op de gamepad, daar gebeurt natuurlijk ook nog van alles. Ja, er komt heel erg veel bij kijken. Wat je dus zeg maar niet ziet in de video op YouTube. Als het een livestream zou zijn, dan zou je dus zeg maar ook alles achter de schermen zien. Nou, ik heb deze een tijdje eventjes gedaan. Achter de schermen. En waarom is dat ding rood? Ik bedoel, waarom hebben we daar een rode ster? Ik bedoel, er zit daar echt één rode ster tussen. Nou ja. Leek me even leuk om het daarover te hebben. Maar goed, zonder enig oponthoud, zonder enige extra filler. Laten we maar eens eventjes hier binnen gaan kijken wat we hier wel niet kunnen doen. Wauw, een boom. Goh, die heb ik nog niet gezien vandaag. Schitterende boom. Nou, wat je dus hier wilt doen, er zit hier ergens er zit hier een firefly. Dat is een hele felle. En in de oorspronkelijke Gamecube versie wil je die vangen voor je camera in kleur te kunnen gooien. Dat is totaal helemaal veranderd in de HD versie. Want in de HD-versie heb je dus zeg maar niet dat je dat ding meer hoeft te vangen. Daar krijg je volgens mij alleen maar rubies voor. Dus ja, echt belangrijk is dat niet meer. Maar goed, hier hebben we dus zeg maar een boom met een gezicht. En als we daar naartoe gaan... Heeft hij last van jeugdpuisjes? Heeft hij last van heel veel jeugdpuisjes? Oh, ik heb jeugdpuisjes. Oké, het zijn choo-choos. Ik vind het er altijd een beetje uitzien als puisjes. Maar wat je wilt doen is je wilt er tegen hem aan rammen. Dan vallen al die beesten, die vallen dus zeg maar op de grond. En ik weet niet waarom, ik krijg hier altijd heel erg veel schade mee. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee. Want ja, zoals ik al wel 300 keer ondertussen heb verteld. Hebben we een green choo-choo waar je green potions mee kan maken. Maar ja, health kan niet hersteld worden. Waar je dus niet vrolijk van wordt. Stop nou eens met mij te raken, jongens. Serieus. That garb you wear, could you be the legendary hero? Has the king at long last found the hero of time? What? What's the matter? Do you not understand the ancient Highland tongue? So, you are not the hero of time. I must apologize. I was in error. I saw your clothing and suddenly I felt a longing for an age gone by. That longing caused the ancient tongue to pass my lips. I am the guardian spirit of the Forest Haven, the Deku Tree. I owe you my thanks for your aid in ridding me of those foul creatures. Tell me, was it not the King of Red Lions, the boat who speaks, who led you to this place? So it is true. Then you have come here because you have need of the Pearl of the Goddess. Ah, je weet veel. I see. I knew there was a reason the monsters had begun to congregate this region around my wood. Now I understand it. He has returned. Ganon has returned. In that case, we must make haste. Koroks, little children of the woods, this traveler is not your enemy. Let your hearts be at ease and show yourselves. Hi. Oké, jullie zien er nogal creepy uit. Ah, een mooie cirkelvlieger. What do you call yourself? Stefan? Wat is Stefan? Oh, dit is de Deku Forest. What do you call yourself, Stefan? Well then, Stefan, these are the Koroks, the spirits of the forest. Once upon a time, long ago, the Koroks took on human forms. But when they came to live on the sea, they took these shapes. Because there was a nuclear explosion somewhere around here. Oké, sorry, dat is nooit gebeurd. Now they fear people, but to me, they will even be my cherished little children. As it happens, you have come just in time for a ceremony that we Koroks hold, but once every year. It's about to begin. I shall grant the pearl to you once their ceremony is complete. I must apologize for the brief delay, but if the ceremony is not completed soon, an ill fate could befall us. So let us begin. Are you ready, my children? We are not all Deku Tree. Something terrible has happened. It's Makar! Makar! What's the matter, Linder? You and Makar are always late. No, it's not that. Oh, great Deku Tree, Makar fell into the Forbidden Woods. What? The Forbidden Woods? I told him to be careful, but still, Makar flew above the Forbidden Woods, and as he drew close to it... Foolish little Makar. Stefan, you have heard all this. The Forbidden Woods are right beside the hallowed island of the Forest Haven. Those woods, the whole region is a vile place that is home to evil beasts. And now it seems they have taken a child of the forest named Makar. Your presence here is no mistake, I deem. The King of Red Lions likely expects great deeds of you. It is why he brought you here. I am sorry to ask this of you, but can you go and rescue young Makar from me? But great Deku Tree! People cannot fly through the air! Ah, yes. Thank you, child. You are right. It is not possible to enter those woods from the sea, is it? Stefan, I would guess from your side that you are heavier than my Korok children, yet I think we still may have something to able to solve this dilemma. You must use an item I shall bestow upon you and fly through the sky. Nou, dat is aardig, dankjewel. Duh. Dat was nogal creepy. Had je die niet iets lager kunnen plaatsen? Forgive me, Stefan, but could you climb up to my crown and get that leaf from up there? Ja, tuurlijk. Sorry voor die lange dialoog, jongens, maar ja, ik probeer dat toch wel een beetje leuk op te vullen met voice acting. En ja, die Korok, die leek een beetje op Toad. Sorry. Maar ja, als je zijn stem al hoort, zo... Dat is een beetje, zeg maar, een Toad. Nou, in ieder geval, dat Firefly'tje waar ik het in het begin van de aflevering over had, die heb je dus hier. En ja, die zou je dus, zeg maar, kunnen vangen, maar dat is hier dus, zeg maar, absoluut niet nodig. En ik wil mijn empty bottle eigenlijk nog wel een beetje empty houden. Aangezien dat we daar misschien een life potion of iets in kunnen doen, wat dus, zeg maar, heel erg belangrijk wordt later in deze aflevering. Of misschien in de volgende aflevering. Ligt er gewoon aan. Dus wat we moeten doen, is we moeten dus hierin springen. Die spring. En zo kunnen we dus zeg maar op hogere grond komen door dus zeg maar deze jump flowers te gebruiken. Ik noem ze gewoon jump flowers. Of Deku Flowers 2.0, aangezien dat je ze ook in Majora's Mask had. En ik weet het, ik krijg heel erg veel requests of ik ook een keer Majora's Mask wil doen. Voor de mensen die zich dat afvragen of die ooit überhaupt gaat komen. Ja, die gaat zeker komen. Ik heb heel veel let's plays die nog gaan komen. Ook voor de nieuwe kijkers, natuurlijk welkom op mijn kanaal. Maar er komen dus zeg maar nog heel erg veel let's plays aan. En op het moment dat ik daarmee klaar ben, zijn er weer zoveel nieuwe games uitgekomen. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar met let's playen. Laat ik het daarop houden. Nou, ondertussen dat wij dus hier lekker naar boven toe klimmen, zonder enig oponthoud, hebben we dus hier zeg maar shiny blad van Bladernus. En dat ding heet de Deku Leaf. We kunnen het gebruiken met onze knopjes zoals altijd. Wat we ermee kunnen doen is, we kunnen dus zeg maar een windvlaag daarmee doen. Swordsman over here! Ja? Please, you must fly from over there to over here using the Deku Leaf. Ja, dat zullen we nou maar op dit moment nog niet gaan doen, want er is eigenlijk een secret to everybody wat ik iedereen wil laten zien. Nou, even over dit item. Je kunt hem dus zeg maar gebruiken op een bal van wind zeg maar af te schieten. Alleen maar als je magievol is. Dat is dan magiebalkje onder mijn levensmeter. En je kunt er dus zeg maar ook mee hoveren. Oftewel, je kunt er een beetje zeg maar mee gliden over de lucht heen. Hè? Een beetje zeg maar als Mario vroeger deed. En met die tactiek kun je dus zeg maar op andere plekken komen waar we eerst zeg maar niet naartoe konden. Zoals nu bijvoorbeeld kom ik net op die ledge hier terecht. En je zou volgens mij, kun je nog hoger of zie ik er nou helemaal verkeerd? Nee, we kunnen niet hoger. Of wel? Ik zie daar ook nog een deur. Nou, het maakt niet uit. Wat we willen doen is, we willen eerst heel eventjes hier gaan kijken. Nou is er hier zeg maar iets wat ik dus... Het is een 100% run, maar er is één ding in The Legend of Zelda waar ik me eigenlijk niet aan ga wagen. En dat is dat plateau wat we nou zien. Dat is eigenlijk een beetje een secret. Daar kun je dus zeg maar dingen verzamelen en alles. Dus je hebt er eigenlijk heel weinig aan. Om daar naartoe te komen heb je dus zeg maar de leaf nodig. Alleen de wind moet wel in de goede richting staan. Dus als ik dan naar de map toe ga, dan zie ik dat we op dit moment een zuidenwind hebben. De wind daarentegen, wij kijken nou naar het noorden, dus de wind moet eigenlijk noord zijn. Dus dan pakken we onze vertrouwde windweker en dan gaan we weer omhoog, links, rechts. En zonder dat we dat deuntje dus, dat deuntje, kunnen we dus automatisch gelijk de wind naar het noorden toe laten gaan. En kunnen we dus zeg maar gelijk naar die plek toe. Nou, dus dan springen we gewoon hier van het gebouw af, gebruiken onze Deku Leaf, sturen een beetje bij. Doe me een beetje denken aan smooth moves. Ja, dat gebruikt zeg maar een beetje dat. Nou, en dan wil je je eigen laten vallen. En net voor de grond wil je dus even net drukken en hi. You incredible! Did you just fly down here? Ja, dat hebben we net gedaan. Nou, ik ga hem niet echt een voice acting geven. Maar er zit dus hier zeg maar een secret switch. Die zit daar. En dat is open dus zeg maar dit plateautje hier. Nou zit er hier een ladder die zeg maar nog omhoog staat. Wat we hiervoor nodig hebben om zeg maar dat ding open te maken. Dat is het enige wat ik meedeel over dit stukje van het spel. Want voor de rest heb je hem niet echt nodig. Je wil de hoi-per gebruiken. En met de hoi-per kun je dus zeg maar controle krijgen over de vogeltjes. Nou, met A vlieg je dus wat hoger. Dan wil je naar die switch hier naartoe gaan. Je kunt het ook later doen tot je dus zeg maar... pijlen hebt of iets in die trend. Nou, en als je die switch raakt, gaat die klep open. Links staat er nogal een beetje raar bij. Of ja, Stefan in dit geval. En daar kun je dus zeg maar allerlei figurines kun je aan krijgen. En dat is zeg maar een soort van secret Nintendo ding is. Wat wij niet gaan doen in deze let's play. Ik laat alleen maar zien hoe dat het precies werkt. Nou, zo werkt het. En daar hou ik het eigenlijk een beetje bij. Dus weet je wel, ik zal wel eventjes de binnenkant laten zien. Zijn jullie wel heel erg nieuwsgierig naar. Vooruit dan. Dat is de binnenkant. Hier heb je de gast, zeg maar. Die kennen we ook nog in de Minish Cap. Daar komt hij ook vandaan. En dan heb je dus, zeg maar, hier allemaal verschillende deuren. En dat kun je allemaal dan lekker zelf onderzoeken als je zou willen. Dus met dat out of the way gaan we weer eventjes terug naar de hoge plek van de Deku-boom. En zie ik jullie daar. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, en weer terug in het midden van de forest. Ik heb weer zo'n ferry voor de mensen die het wel weten. Even de navigatie. Als je dus, zeg maar, een stukje verder loopt van de Deku Tree af... Dan heb je dus zeg maar hier een deur zitten. En als je daar naar binnen toe loopt, voor de mensen die in Hero Mode meespelen, is hier dus wel iets heel erg handigs. Als je die Deku Baba Seeds meeneemt, volgens mij had je er 5 nodig. Ik heb er 8 op dit moment. Maar als je die dus zeg maar aan hem geeft, Ja. Ja. 4. Oh, hij heeft er maar 4 nodig. Oké, nou prima. Dan doet hij zijn dansje. Het is wel leuk om te laten zien. Ik bedoel, als je er dus 4 hebt, kun je dus hier al een Blue Potion gaan halen. Een beetje een medicijnman. Nou, je hebt hier wel sowieso een empty bottle voor nodig. En het kost ook nog niet eens rubies. Het kost echt alleen maar die 4 Baba Seeds. En dan krijg je dus zeg maar een Blue Potion. Nou, die herstelt dus zowel je magie als je levensmeter. En daardoor is het eigenlijk best wel handig om die bij je te hebben. Er zijn meerdere manieren om Blue Potions te krijgen. Maar persoonlijk is dit de makkelijkste manier om aan een Blue Potion te komen. Dus vraag je eigen af van, goh, is het misschien handig om een Blue Potion te hebben? Dan raad ik toch aan om naar de Forest Haven toe te gaan om daar de Blue Potion op te gaan halen. Nou, en dan ondertussen moeten we weer terug naar boven toe klimmen. En ja, ik ken dat wel weer in een knip gaan doen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik neem jullie gewoon weer mee met hetzelfde trubbel met te klimmen. Het nadeel is namelijk, als je die ene secret deur openmaakt, dan moet je dus zeg maar weer helemaal overnieuw teruglopen hier naartoe. Dus ja, als je het wil doen, be my guest. Ik zelf persoonlijk doe het normaal gesproken niet. Als ik dus zeg maar voor fun speel of met livestreams. Dan heb ik zoiets van, ja, dan zou ik het misschien doen om het te laten zien. Maar persoonlijk zelf doe ik er echt niks mee. Dus je kunt er echt maar heel weinig mee. Maar goed. We hebben dus nou een Blue Potion en een Fairy Bottle. Dus over leven hoeven we ons nou niet druk te maken. En ja, ik weet, ik zou op dit moment kunnen zeggen van, weet je wat we doen? Ik gebruik de Blue Potion en ik maak gelijk een nieuwe Blue Potion. Maar ik denk, we hebben nog 2 hartjes, dus echt noodzakelijk is het nog niet. En waarom doe ik eigenlijk zo moeilijk? Ik kan hier al eigenlijk gewoon nog uppakee naartoe vliegen. Want dit is namelijk de route waar we naartoe moeten gaan. Poef. Nou, dan heb je ook nog zeg maar deze soort van kleine potions die je hier ziet. En deze potions die herstellen dus ook magie. Dus zeker handig om dat te weten. Je hebt ze in kleine formaat. Wat wij net oppakten, dat was de kleine formaat. En dan heb je ook nog de grote formaat. Maar die kan ik natuurlijk op dit moment niet vinden. Joy. Goed, als we dan hier naar buiten toe komen, daar moeten we naartoe. Daar hebben we ook vijandjes. En daar hebben we de ingang. En dit is al zeg maar de tweede tempel. Gaat snel. Weet je wel. Oeh. Op zich is de main storyline niet echt groot. De main storyline die is best wel klein. De grootste dingen die je zeg maar kan doen in de Wind Waker zijn de sidequests. Maar daar komen we allemaal later nog wel op. Dus, zoals net hebben we weer zeg maar de goede wind nodig. Nou, we staan op dit moment, de wind gaat noord. En we staan op dit moment zuidwest. Dus, dan gaan we weer heel eventjes dit deuntje erbij pakken. Nou, aangezien dat we dat deuntje al gebruikt hebben, krijgen we niet meer te horen van... Dus dan zetten wij de wind op zuidwest. En dan kunnen we dus daar zonder enig probleem naartoe hoveren. En nou komen we dus bij een van de moeilijkste momenten. Oh, ik heb hier zoveel problemen mee gehad met wat we dadelijk gaan krijgen. Je hebt dus zeg maar daar een soort van waterhoosje omheen cirkelen. En die is nogal belangrijk. Wat je hier wil doen is, je wil sowieso al deze grasmatten, die wil je even allemaal kapot maken. Hier hebben we zo groot, hè? Dank je. En als je dan zeg maar weer op vol magie zit, wil je ervoor zorgen dat de wind draait naar het noordwesten. Dus dat doen we als eerste nou. En wij het al gelijk de goede kant op. Nou, en dat waterhoosje, dat hebben we dus nodig om een air boost te krijgen. Waardoor dat we dus hoger gaan vliegen. Nou komt het grootste nadeel. Als je dus zeg maar het goed timed en daar naartoe kan vliegen, zie je daar in de verte zie je 3 vijanden zitten waar je omheen moet cirkelen. Doe je dit niet goed, val je naar beneden, krijg je een hartje schade en dat doet pijn. Geloof me, zeker in hero mode, want hartjes herstellen zich niet. Je komt dan wel weer terug op dit plateau, wat eigenlijk best wel heel erg handig is. Maar ja, het doet toch wel veel pijn en daarvoor ben ik eigenlijk best wel blij. Want als je dus faalt, dan kost het dus een half hartje door de hit die je van hem neemt. En het kost ook nog eens een keer een half hartje van fall damage, dus daar wil je zeker voor uitkijken. Oké, goed timen. Springen we erin. En hopelijk kan ik dit in 1 keer goed doen. Oké. Wat je wil doen is je wil er echt omheen cirkelen, want die beesten die, die laten je echt niet zomaar met rust. Oké, dat is goed. Naar beneden. En gelijk door die deur! In 1 keer gehaald, gelukkig maar. Nou, dus dit is tempel 2, de Forbidden Woods. Dankjewel, spel, om eventjes daar stiekem in te helpen. Nou, zoals ik in de vorige tempel ga doen, ik weet jullie vinden die camera intro en outro helemaal geweldig. Maar in Dungeons had ik besloten om dat niet te doen. En ik kreeg dus heel erg veel van, waar is die leuke intro en outro? In Dungeons doen we die niet, aangezien dat ik daar wel een beetje de spanning in vast wil houden. Dus Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, de Wind Waker in HD. Tot dan jongens. Doei!